Okay. Hoe heet je? Hoi, ik ben Tijmen. En welke club? Ik loop nog voor Groningen Atletiek. Okay. Vroeger voor Atletico gelopen. Okay. En waarom atletiek? Waarom atletiek? Ja, het is een hele pure sport. En je kunt echt gewoon voor jezelf lopen. En het is gewoon het beste uit jezelf halen. En dat vind ik wel gewoon echt mooi. Okay. En hoeveel keer per week train je? Ik train nu zo'n 7 à 8 keer per week. Soms 9 keer. Ja, en als je een rustweek hebt, dan doe je iets minder. Okay. Maar daartussen. Okay. En wie is je trainer? Eddie Kiemel. Okay. Uit Groningen. En vandaag is het goed gegaan? Ja, ik heb me geplaatst voor de finale van de 800 meter. En morgen hopen we de nationale titel te winnen. Okay. Dus, en die gaat al naar de WK, hè? Ja, ik heb het WK-limiet heb ik al binnengelopen. Ja. En ja, dat is echt wel, dat is wel loon naar werk. En gewoon dit jaar gaat het zo goed opeens. Ja. En dat is wel heel fijn dat je jezelf nog kunt verrassen. Zelfs als je weet hoeveel je traint. En uit trainingen haal je ook wel wat. Dus dat is wel echt, ben ik wel heel blij van. Oké, okay. Wij hadden in Engeland de top 800 meter winnaar Sebastian Coe. Ja. En hij uit Europa. Hij won alles. Ja. Zo kan, hè? Ja, Sebastian Coe is natuurlijk wel echt een... ook wel een voorbeeld voor heel veel 800 meter. Hij kon natuurlijk, heeft hij de Olympische Spelen de 1500 meter gewonnen in plaats van de 800. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel knap dat hij gewoon die beide afstanden zo goed kan. Ja. Ik kan niet zeggen dat ik in zijn voetspoor aan het lopen ben, maar ik zou heel blij zijn als ik in de buurt kom. Okay. Is hij een held voor jou? Of heb je een held of heldin? Nou ja, er zijn gewoon zoveel helden. Ik zou niet kunnen zeggen dat is mijn held. Maar natuurlijk, ja. Omdat hij in dezelfde afstand doet als ik, ja, dat is natuurlijk wel extra mooi. Okay. Maar ja, zo'n Epke Zonderland kan je natuurlijk ook heel erg inspireren. Omdat hij in een sport waar eigenlijk niet wordt verwacht dat een Nederlander Olympisch kampioen wordt, dat hij dat toch doet. Nou ja, ik hoop dat op de 800 meter ik of iemand anders... Ik hoop het liefst natuurlijk dat ook mensen kunt verbazen in een onderdeel waar eigenlijk geen Nederlanders aan te pas komen. Dat we gewoon wat kunnen winnen. Ja, ja. En wat is je droom dan? Olympisch kampioen natuurlijk. Maar ja, hoe heet het, ik hoop een keer Europees kampioen te worden. Ja. En indoor hoop ik nou finale plek te halen. Okay. En heb je tips voor de jeugd? Volgens mij moet je gewoon lol hebben in wat je doet. En wel een beetje oppassen met wat je doet en geblesseerd raken is bij mij dit seizoen is no-go. Gewoon als ik wat pijntjes voel, stop ik en dan hou ik het rustig. Ja. En volgens mij is het belangrijkste gewoon dat je echt plezier hebt in wat je doet en gewoon geniet. Ja. En als je er even wat minder plezier in hebt, dan neem je even een stapje terug en dan kijk je even en dan gewoon even weer over nadenken. En laat je inspireren door mensen als Sebastian Coe en weet ik kijk filmpjes en dan vind ik altijd de lol heel gauw weer terug. Oké. En doelen voor 2014? Doelen voor 2014 de finale in Zurich halen. Ja. Ja. Okay. In op TK. Oké, top. Hey, bedankt en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer.